Super. Jan, dankjewel, hè. Lieve vrienden, het is weer zover. Het is weer een grote eer om hier te mogen staan. En Maarten, de trekker en Henk de Duwer heten jullie natuurlijk allemaal van harte welkom. Ik wil eerst even een applausje voor Dap, want ja. Afgelopen zaterdag topprestatie het Waggelpodium. Als je er niet ben bent geweest, afgelopen zaterdag. Hij corrigeert me nou al verkeerd. Afgelopen zaterdag, geweldig als je niet meer bent geweest, hebben wij gemist. Maar volgend jaar kunt u het er weer inhalen. En gisteren hebben ze nog weer een grote prijs weggehaald in de Nederwet. Ik weet niet of het ook maar. Wordt er opgetoeterd. En zeker, hè, als je dat bedenkt, zeg je in deze tijd. Je zat maar trumpetisten, hè? Trumpetisten. Nee, even iets anders. Wij worden al voor 30 jaar achter de broek gezeten door een of andere journalist van Brabant Cent. Ja. En zeker Henk van B. En Henk van B die zegt, als ik dit jaar van jullie geen eigen perstribune krijg, dan word ik negatief over jullie schrijven. Ja. Nou doet hij dat al 2 jaar, dus ja, maar op hier. Maar we hebben wel, Henk, voor jou. Ja. Speciaal, en dat betekent dat jij complex hier kwijt bent. Dus ja. Jij moet toch net voor de cameraman, dat in een bordje, hè, onder die bord. Perstribune. En dan komt. En dan komt Geert dadelijk een pot koffie brengen en dat je verder moet zaten gaan. Hey jongens, maar het is alweer
36e, hè? Let op, hè? 36e politieke feest. 36. Dus 3 keer 11 plus 3. Schijnbaar. Er is geen 42. Heb hij haakjes gezien? Nee, hè? Nee, hè? Ja, hoor, ze wint het. Hé, maar duwen. Dan ben ik vuldig. Ik ga voor optellen, toch? Duwen. Moet opletten, ja? Dan wil je niet als je geinig doen met publiek. Hoezo? Nou, ja, wij hebben afgesproken, wij gaan niet met publiek in discussie. Volgens mij niet met publiek in discussie? Wij gaan niet met publiek in discussie. Dat mag iemand anders doen. Politiek is elitair. Oh ja. Sorry. Van in de volk. Nee, wij gaan geen hele willen niet hebben, jongens. Wij willen graag met jullie in contact blijven. En Nee, dat gaan we niet doen. Nou, even kijken. We hebben al een hoop mensen binnen zien komen. We gaan ook even een bord hartelijk welkom heten. Nou, dus in stand heel van onze burger Mark Buijs en zijn liefstallige Christel. Ook welkom heten. Ja, ik probeer de dansplaatsen te maken, maar dat lukt mij niet zo best. Ik heb dat al gezien. Ik kan dat niet. De rest van de gemeenteraadsleden die er zijn, bonus, aanhang, noem maar op, receptionist. Allemaal hartelijk welkom hier. Hé, hey, en we missen wel twee mensen uit het college, hè? Ja. Want Erik van den Broek, die kon er niet bij zijn. Ik heb Erik gebeld. En Erik, die zit tegen mij, ja, ik kon niet, want ik heb nou al 2 jaar op een rij. Moet ik elke jaar legitimeren als ik een pilsje bestel? En dan zit hij, als ik hem eigenlijk heb, dan kom ik de zaal in en dan zie ik niks. Ja. Moet hij misschien volgens jou op zo'n stoel? Wat zit ik niet op jouw stoel, hè? Jongen, jongen. Erik in de stoel? Ah, hij last van hoofdgevoel. Last van hoofdgevoel. Nou, kijk je ook in de stoel. Ja, oké. Hey. Nou, dan missen we denk ik ook nog een andere hoogwaardigheidsbekleder. Ik heb al wat pluimvee in de gang hier staan. Dus wat dat betreft, we willen even welkom heten aan Prins Veer. Alweer voor de tweede keer. En zijn adjudant heeft gekleurd dat Theo is. En laten we eens even binnenkomen. Chef, wil jij een tutje geven? Nee jongens, we hebben het weer een jaar op zitten en
Wij genieten natuurlijk altijd als het weer opkomt, dan komen die café. Maar dit jaar gaat mij echt lekker moeilijk. Maar het is echt lekker moeilijk. Ja. Wij missen eigenlijk niks, hè, want het college was een beetje inactief. Ingeslapen. En dan moet het nog maar weer iets in elkaar draaien. Hè. Dan denk ik, nou, doe het maar. Ja, precies. En nou hebben wij natuurlijk na deze intro een bolspreetje gehad. Ja. Ik kom over een minuut of 20, dus ik zou zeggen, gewoon lekker iets even voor wijken doen. Of misschien de chef nog een nummertje kan maken. Ja. En dan komen wij zo wel bij jullie weer terug. We nemen voor een afscheid. Dat mag niet. Wie? Als wij terugkomen. Ja, dan nemen we weer afscheid. Nemen we weer afscheid. Als die lult wel anderhalf uur en dan... Dus... Ik ga dan voor dus... Ik zou zeggen, jongens, doe iets. Nou, voor mezelf. Ja. Maar ja. Kijk, ik vind een beetje, ben een beetje pessimistisch om te worden. Wie? Zo, ik ben 60 geworden, dat scheelt natuurlijk ook wel. Hè. Ja, daarom. Dus ik ben geen lijf nu, ik ben een lijf mouw. Ja, sorry hoor. Ja. Ik moet het toch even zeggen. God, ik iets voor mezelf. Je kunt het niet maken, man. Goed, je kijk hier. Half boxer staat hier. Ja, maar ja, ik zeg het nog maar, we het over moeten hebben dan. Nou, ik denk, als we nou eens een beetje laten zien hoe wij onze voorbereiding doen. Ja, dat is misschien wel een goed idee, ja. Ja. Dan kunnen jullie eigenlijk allemaal vrij, of niet? Dan nemen we jullie even mee, ja. Zeg maar, hoe de gang is dit, hoor. Dan ja, een dan idee, zeg maar, dat wij niet tot teksten in kunnen komen. Ja, helemaal niet. Er ging hier toch zitten? Dat ga ik jaren. Ja, we zien het wel witte bouwen. Ik wel. Nee, en dan zitten wij zo in november, zitten wij zo in een willekeurig groep in Boksel. De kastelein niet William, verder zeggen we niet mogen dan dit. Nou, man, kom maar zeuren dan, hoe wil het over hebben? Iedereen die rekent op ons. Toch? Ja, nou, we kunnen het toch wel ergens over hebben en zo. Ik ook op ons. Die hebben tassen of muntjes ingekocht om daar hier met te slijten. Dus wat dat betreft, als ze nou eens gewoon even een beetje nadenken, dan kunnen we toch wel afzetten. Ja, we hebben gewoon heel weinig publiek. Nou, ik heb een lijstje gemaakt, ik heb wat dingetjes opgeschreven. Nou, is iemand op lopen komen? Nou, ik zeg nog steeds aflasten. Ja. Henk Chagrijn. Goh, jongens. Nou. We gaan het hebben over de VVD. Wie? Die VVD. Die hebben een politiek café georganiseerd afgelopen jaar. Die zijn nog mee begonnen. Dat moet je niet doen. Want heb jij die tekst op Facebook gezien? Ik heb helemaal niet. Ik in Facebook. Oh, dat is een bijeenkomst in de informele sfeer. Ja. Waarbij niet politieke mensen kunnen ruiken en voelen aan de plaatselijke VVD. Ja, dat vind ik smerig. Vies, hè? Ja, buiken en voetjes. Kijk, ja, dat niet maar aan de box. Is er maar één? Is er maar eentje? Ja, die is er van de muntjes van Marit dan? Of, van de ziekenwet? Hé. Wij gaan dus niet aan de... Nee, dat is niks. Het is trouwens ook verkeerd geschreven. Ik zou zeggen, motie van Turen is pas hier wel. Volgende, hebben we weer ideeën? Aflassen. Ah, nee, we gaan niet aflassen. Ja, wel. Even kijken, we hebben het nog meer. Wat dacht jij van de Big Five in Boksel? Wie? De Big Five in Boksel. Ja, wie zei dat? Je ziet ze toch? Nou. Ja, nou, maar dat is ons college. Is dat zo? Ja, joh. Bij wijze van spreken dan, hè? Want joh. Big Five. Ja, maar nou, dat big. Erik zit er ook bij, hè? Oh, ja, die staat er ook op. Je moet volgens jongens wel te scherm hangen hier, hoor. Zie je niet. Nee, maar ik zeg al, ze worden heel het jaar aangevallen. Ze hebben een beetje ongeschoten wild en zo. En het beetje in vergelijking met Big Five, dat kan wel. Oh. Dat is gewoon heel simpel. Je hebt onze Lion King. Onze Lion King hebben we. Ja. Lion sleeps tonight. Lion sleep tonight. Ja, dat gaan we. Die is een beetje. En wij hebben maar hoes, de neus. Deze foto is vorig jaar gemaakt toen ze oefende voor Dance and Switch Stars. Oh. Dat was de A2, denk ik, zoals ze doet. Ik weet niet, ik weet niet dat Dance is een woord was. En we hebben Erik, de Elfenman. Ja. Hij ging er hier wel heel goed uit, moet ik zeggen. Ja. Er was zo'n zwart-wit foto van hadden, die plassen de beste in die olifant. Ja. Toch?
Nee, het was een tand, dat komt onder uit de kind. Ja, maar eigenlijk vier mooi. Dat maakt niet uit. Jongen, daar wordt ook niks. Dan hebben we van de wiel, dat is de Liemse buffel. Oh, de Liemse buffel, ja. Ja. En komt een stelletje. Nou, echt. Ik zou het niet van een buffel willen, denk ik. En hoeveel hebben we er gehad dan? Vier. Oh. Ja, dan hebben we natuurlijk Herman als luipak. Sorry, daar stond je. Er stond geen stripje tussen. Ja, maar niks doen. Sorry, Herman. Nee, dat zijn onze Big Five. Als ze dan zo zeldzaam zijn, dan zou ik zeggen, zet er maar een enkel in. Ja. Of meer nog, opzetten en in het Oertijdmuseum. Ja. Ja, dan krijg je misschien ook nog subsidie. Nou, ik denk in Renoir Jong leven. En des pas Franje niet. Franje niet. Is er nog niet? Nee, wordt niks. Als je geen beter idee hebt, dan lassen wij het af. Vertel het eerst op. Wij maken toen wel iets anders. Je weet nog wel, ons in de familie zit de creativiteit in de jeugd. Oh. Toch? Ja. Nou, ik ben de jeugd. Dan komen we het even, Berry, de centrummanager dan. Berry, de centrummanager. Wie? Berry. Berry, ja. Ja. Nou, het is triest met Berry, want de ego van hem, hè. Dat past gewoon niet in het centrum. Dat past niet in het centrum. Het centrum wil ik hebben. Ja, maar dit is ook niet goed, zie je? Nee. En weet je wat hij wil doen? Dan gaat die Tino ontvangen in het centrum. Ja. Tino! Die passen niet. Dan zeg ik, doe liever een beetje testmaatwerk, joh. We moeten Berry nog wel een biertje krediet geven, toch? Het is een eigen krentje. Oh. Ja, het is een eigen krentje. Het BC. De BC? Brabant Centrumpje. Heel klein krantje. Nee. Hij heeft wel zijn eigen krant. Oh. En dat is BD Dagblad. En dan staat BD, zo natuurlijk voor Berry Dankers. Ja. Zo moeilijk is het. Je wel over elkaar. In hoe lang tijd? Vol weken. Ja, dat is nog. Hier hoopt iemand een foto van... Alle stralen moeten we denken. Ja, niemand weet wie het is. Zelfs de burger en zijn ingang kennen hem ook. Nee. Maar is wat? Ja, die hebben hem toch ook genomen, of niet? Ooit. Hé, hey, maar Adrie Dankers dan van Dakblad, hè, die deed ook geen club. Ik denk wel dat hij een fanclub had. Net als Justin Bieber, hè, die heette dan de Briebers. En ja. Die fanclub van Dankers heette de Bedankers. Dan pakken we Van Dommelen. Meneer Van Dommelen. Heet hij nou Van de Moosdijk of Van Dommelen? Ik weet het niet meer. Iedereen noemt hem meneer Van Dommelen. Meneer Van Dommelen. Er is nog, die heb ik ook wel waar geregeld. Van Dommelen, ja. Ja, ja. Ja, een eindbaantje. Een eindbaantje. Ja, dat zien we. Ik zat Berry ook al. Ja, je kunt er wanneer ergens afpoetsen. Je kunt er wel uit de film knippen straks toch, hè? Dat toch niet. Ah, oh, ja. We gaan het dan aan de andere sprekers overlaten. We kondigen hem even af. Wil een groot applaus voor jullie. Ad Hoevenaars. Twee dingen vooraf. In mijn voordracht komt een paar keer de naam Hertse Boy voor. En dan was ik vorige week in Lennesheuvel, had een try-out gedaan van wat ik hier vanmiddag presenteer.
Want toen vroeg in de pauze iemand van Herbsenboy, wie is dat nou? Nou, beste mensen, voor degenen die het niet weten, dat is onze edelachtbare heer burgemeester. De Herbsenboy. En toen ik dat in Lennesheuvel vertelde, toen zei een van de gasten, ik heb nooit geweten dat Arjan Witteveen uit Herbst komt. Het tweede ding vooraf, ik krijg vaak het verwijt dat niet alles wat ik vertel waar gebeurd zou zijn. Dat zou kunnen, maar als tegenwicht wil ik erbij zeggen dat er ook een heleboel dingen wel waar gebeurd zijn die ik niet vertel. En daar zijn de wethouders vaak zeer blij mee. Helene is lijsttrekker geworden voor de raadsverkiezingen van volgend jaar, voor het CDA. En de commissie oordeelde dat ze die rol verdiende omdat ze het CDA een nieuw gezicht heeft gegeven. Nou had ik dat 3 jaar geleden meteen al gezien toen ze gepresenteerd werd naast haar voorganger Wim van Erp. Helene is van de oppositie en is een van de meisjes van het CDA. En de A in Indegat van het CDA staat voor enthousiasme. Weet u hoe dat schrijft, mevrouw? Enthousiasme met een A. Weet u hoe dat schrijft? Met een pen of met een potlood. Maakt niet uit, hè? Het christendemocratisch enthousiasme. Helene is niet alleen fractievoorzitter van het christendemocratisch enthousiasme, maar ze is ook de echtgenote van prins Peer de Tweede. En prins Peer noemt haar altijd vol trots zijn first lady, want hij vereenzelvigt zichzelf graag met Bill Clinton. Toen hij vorig jaar aantrad als prins, heeft hij ook eerst de biografie van Bill Clinton gelezen. Die is getiteld How to Succeed in the White House. Hij heeft thuis ook een bekertje met sigaren op zijn bureau staan. Geen Elisabeth Bas, maar een speciale melange. 50% pruimtabak. En 50% pijptabak. En thuis onder zijn bureau heeft hij een bordje gehangen met pas op je hoofd. Niet te enthousiast met de A van enthousiast. Waggelaars, waggelarennen, ik heb achterhaald voor u hoe Helene en prins Peer elkaar ontmoet hebben. Ze kwamen elkaar tegen en zijn openingszin was, waar gaan die mooie benen vanavond naartoe? En toen schijnt Helene gezegd te hebben, naar een cursus politieke sensibiliteit. Als er tenminste niets tussen komt. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Maar dat moet je als vrouw nooit zeggen tegen een bankemployé. Want Peer is bankemployé, reist tegenwoordig tweede klas. Ja, het gaat wat slechter met de AWO. Dus ik mag nooit meer bij hem zitten. Want wij van de Belastingdienst reizen nog wel eerste klas. Maar dat moet je als vrouw nooit zeggen tegen een bankemployé, als er tenminste niets tussen komt. Want een bankemployé houdt niet alleen van het spreiden van risico's. Ik heb prins Peer nog gevraagd waarom hij uiteindelijk dan toch voor Helene gekozen heeft. En dat was een zeer ontroerend antwoord. Peer zei, ik heb Helene niet alleen gekozen vanwege haar mooie benen, maar Helene is ook nog eens de mooiste, de liefste en de intelligentste vrouw die ik kan betalen. En toen begreep ik het. Ik heb het dus over de oppositie, want Helene en de meisjes van het christendemocratisch enthousiasme die zitten in de oppositie en in de raad hebben ze
best interessante punten. De meisjes hebben over hun punten ook best goed nagedacht. En ze zijn aardig ontwikkeld ook, die punten. Maar hoe de meisjes die punten naar voren brengen, ze blijven vaak een beetje hangen. Je zou bijna zeggen, ze kunnen wel een push-up gebruiken. Je kunt merken dat de meisjes van de CDA de cursus politieke sensibiliteit gemist hebben. Is er die avond dus toch iets tussen gekomen? Als de meisjes van het CDA in de raad aan het woord zijn, verlangt iedereen weer terug naar Wim van Erp. Of zelfs naar Betsy van der Sloot. Nu ik het toch over Betsy heb, die zag ik pas wegfietsen. Ze heeft een elektrische fiets aangeschaft. En toen ik ze weg zag fietsen, dacht ik, die is wel slim, die Betsy, die heeft goed nagedacht. Ze heeft meteen een elektrische fiets gekocht met 2 batterijen. Ja, als de vermoeidheid nu al toeslaat. Maar ja, de meisjes zitten in de raad. Je zou zeggen, CDA vervang de meisjes, want vervangen is tegenwoordig niet zo moeilijk. Het voorbeeld, je kunt tegenwoordig alles vervangen. Een voorbeeld van is Hans Maassen. Kent u Hans Maassen nog? De ex-P van de A-politicus. Die had al slappe knieën toen hij nog in de raad zat. En die had dus de last van zijn knieën en toen stelde de chirurg voor om te opereren. En Hans twijfelde, maar zijn knieën knikten. En dus heeft Hans een nieuwe knie, maar dan hebben ze per ongeluk in het ziekenhuis hebben ze per ongeluk een damesknie gegeven. En nou heeft Hans een probleem als hij moet plassen. Dan wil de ene knie wel gaan zitten. Ja, kunt u zich dat voorstellen? Ja. En dan plast hij over de bril, hè? Ja. Ja, Francine is overgestapt op contactlenzen. Ik had het helemaal gehad. En die chirurg maakt nog een fout. Want hij heeft na de operatie tegen Hans gezegd dat hij met die knie kan tennissen. En Hans denkt dat dat waar is. Terug naar Alain, want de gifbeker is nog niet leeg. Alain gaf een gastcollege aan het JRL. En dat leidde ertoe dat leerlingen van het Jacob Roelands Lyceum in de raad kwamen vragen om verscherpt toezicht op het rookverbod in de Indegatse horeca. Richard Strik, dus de voorzitter. De voorzitter van de horecavereniging. Die zei niet te weten dat er in de Bokselse kroegen gerookt wordt. Richard Strik. Beetje naïef, die Richard Strik van de Qualitaria. Ik kwam pas in Qualitaria Strik. En toen bestelde ik bitterballen. Hij loopt naar achteren, komt 10 minuten later terug. Hij zegt, ik kan geen bitterballen vinden. En toen heb ik in mijn beste boksels gezegd, dan moet het bitter zoeken. Hij weet ook niet wat in zijn assortimenten zitten. Pas bestelde iemand in Qualitaria Strik bij Richard Strik. Wordt niet gerookt in de horeca. Bestelde iemand een kapsalon. Nou, iedereen weet wat een kapsalon is. Mevrouw, toch? Ja. Nee, Richard niet. Die zegt, dan moet je naar de stationstraat. Bij Ad Wouters. Ja. Of bij Bodrum, die Turkse kapper, mevrouw. Ja, dat kan ook. Maar bij die Turkse kapper loop je wel het risico op een mislukte koep. Ja. Slappe pik. Oh nee, slappe pikkelili heeft hij hier. Altijd beter dan satésaus.
minister, ik ben bezig met de oppositie. Balans is de grootste oppositiepartij, maar Balans is zo somber. Want de meisjes van het CDA zijn altijd wel vrolijk, stralen wat uit, het oog wil ook wat. Maar Balans is zo somber met Willy van Zuiden voorop. Uit een treurige reet komt geen vrolijke scheet. Ik heb tegen Willy alles gezegd. Beste Willy, het leven is te kort voor een lang gezicht. Dan heb je nog de dames van Balans, Erika en Marielle. Die komen bijna nooit aan het woord in de raad. Zo'n vrouw zou iedereen thuis wel willen hebben. En dan hebben we nog Wimke van der Zanden. Wimke die fokt als hobby trekpaarden. Onder het motto, wat je in handen kunt laten doen, moet je niet zelf doen. En hij gaat regelmatig naar België om die merries te laten dekken. Ook onder het motto, wat je in handen kunt laten doen, moet je niet zelf doen. En in België ontmoette hij afgelopen zomer een Engelsman en die vroeg aan Wimke belangstellend wat hij voor zijn brood doet. What do you do for your bread? En toen antwoordde Wimke, I fuck horses. Waarop die Engelsman verbaasd uitriep, pardon? Ja, zei Wimke, pardon. Balans is eigenlijk een soort boerenpartij. Het is een partij van gewone boeren en boerinnen. Maar in Indegat hebben we ook herenboeren. Dat zijn stadse mensen die ook iets met landbouw willen. Die hebben ook speciale rechten gekregen van wethouder Van der Wiel. Maar niet alleen wethouder Van der Wiel, 16 van de 23 raadsleden waren het met deze rechtsongelijkheid eens voor we dinsdag. Die hebben nu stadsrechten, die herenboeren. Maar die herenboeren die boeren dus op het terrein van Sint-Charles. U weet wel waar vroeger de Witte Paters woonden. Dus het is niet voor het eerst dat het land daar bewerkt wordt door trekkers. Het is zeer vruchtbare grond daar waar zaad goed gedijt. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. De eerste oogst van de herenboeren waren 2 komkommers per deelnemer. Initiatiefnemer Geert van der Veer zei tegen de leden, daar zal uw vrouw blij mee zijn met 2 komkommers. Dan heeft ze er ook eentje om op te eten. En een van de herenboeren zei toen hij de komkommers in ontvangst nam, wat zijn dit voor komkommers? Daar hoort toch plastic omheen te zitten. Ja, die paters zijn weg. De assumptionisten gaan ook vertrekken, las ik zaterdag in de krant. Ze gaan stapelen verkopen. Waar we dan de kindjes moeten laten met Sinterklaas is nog de vraag. Huren we ze maar weer in. De kinderkopjes liggen er nog steeds. Maar stapelen is te koop en ik ben van plan Waggelaswaggelwinnen om stapelen te gaan kopen. Ik heb vanochtend een aannemer al opdracht gegeven om vandaag de vloer alvast te verwijderen. Dus dan zijn de witte paters weg, dan zijn de assumptionisten weg, maar we hebben nog wel in Indegat witte zusters. En die kregen van Herbse Boy eind vorig jaar de zilveren legpenning. Normaal geef je die aan kippen, maar deze legpenning valt in de categorie niet gebaard, toch een taart. Henk van Weert is een van mijn tekstschrijvers, want ik hoef het Brabants Centrum wat te lezen en de buurt is bijna klaar. Henk deed verslag in Brabants Centrum van de uitreiking van de legpenning en ik citeer hem letterlijk. Het insigne werd bij de kanoniek overste opgespeld. Hoe voelt dat, dat opspelden bij zo'n kanoniek overste? Voelt dat hetzelfde als bij Christel? Dat is een gevaarlijk werkje, hoor. Dat is een gevaarlijk werkje, ja, ooit een prik je erdoor, hè. Ja, maar ik citeer nogmaals Henk van Weert. Het insigne werd bij de kanoniek overste opgespeld door de burgemeester.
even later ging het kleinood van hand tot hand. En wat u nu denkt, hebt u mij niet nodig. Very dangerous. Onze nieuwe centrummanager. Hij prees zichzelf in zijn sollicitatiebrief aan als vastgoedverhuurder met wat tijd in zijn agenda. Luc Broos van het centrummanagement las die sollicitatiebrief. Hij las: ik ben vastgoed. En toen hebben ze hem meteen maar genomen. Dus dat past wel bij Luc Broos, iemand met meer zelfvertrouwen dan zelfkennis. Ferry is de smeerolie tussen gemeenten, ondernemers en consumenten. Een soort oliespuit. Laten we hem spuit 11 noemen. Berry, wagenlazen wagenrennen. Berry was 3 maanden in dienst als centrummanager. En toen zonde hij in een interview, want elke 3 maanden komt er een interview in de krant met Berry. Zonde hij na 3 maanden in een interview zijn verdiensten op. Boxtel en Ice. Dat de dino's naar het centrum komen, de pop-up store van Lucas en Weekmarkt dat breukt spijt. In 3 maanden tijd. En dan is hij nog bescheiden, want hij vergat te melden dat sinds hij centrummanager is, we 19 medailles wonnen op de Olympische Spelen. Dat Max Verstappen de Grand Prix van Barcelona. En Michael van Gerwen wereldkampioen. En mark my words, dankzij onze centrummanager wordt Bok dit seizoen kampioen. Nou, dan hebben we nog een ander succes van onze centrummanager. Eindelijk een nieuwe sportschool in de gat. Daar hebben we jarenlang naar uitgekeken. Een sportschool. Ze doen er wat voor om CNA buiten Bokseltouwen. In het pand van de oude. Dus de vergunning hoefde niet aangepast te worden. Het waren klerenkasten en het blijven klerenkasten. En Indergat is pas helemaal compleet als Berry er nou ook nog voor zorgt dat er een opticien en alsjeblieft een drogist in Indergat. En dan gaan wij voor een drogist met het eerste product gratis. En dankzij Berry krijgen we in Boxtel ook een tuk-tuk voor het vervoer van toeristen. En ik heb gehoord dat hij achteruit gaat rijden als er bossenaren in zitten. En dan hebben we... Ja, ik drink, dat hebt u misschien al gezien, ik drink Corona. Dat had ik speciaal hier voor Rembrandt, had ik 200 treetjes Corona laten komen op een pallet. Ik denk, dan kunnen we die mooi tijdens het politieke café uitreiken. Zo, hè, Corona, van Corona een drankje. Maar ik heb de pallet laten afleveren bij de Bourgondier. Sinds het aantreden van Berry hebben we ook 2 bipsen in Inde gehad. Want we hebben de bips op de markt, die kent u. Maar we hebben nu ook een bips op de plek van de voormalige oude ketting. Tegenover de Bourgondier, waar ze nu de pallet aan het afleveren zijn. En omdat die aan de linkerkant die bips... Omdat dat de eerste Indegatse horecagelegenheid is, als je uit Oeteldonk het Indegat binnenrijdt, gaan we hem voortaan de voorbips noemen. om een ander 3-letterwoord te vermijden. In opdracht van Berry en zijn centrummanager hebben studenten van Avans hebben aan het winkelend publiek gevraagd of ze meer of minder winkels willen in Indegat. Het antwoord is... Meer. Meer. En dat met al die drogisten. Maar stond er maar eens iemand op in Indegat die minder durft te roepen? Wagenaars, wagenarinnen. Over minder gesproken, in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen werd vorige week op het gemeentehuis een houten bord bezorgd
met de afbeelding van Geert Wilders. En het verzoek was om deze ergens een plaats te geven. En toen heeft Herbse Boy aan de bode gevraagd, wat doen we met die Wilders? En toen schijnt de bode geantwoord te hebben, we kunnen kiezen, ophangen of tegen de muur zetten. Over de landelijke verkiezingen even ter ontspanning. Weet u waarom Henk Krol eerste staat op de lijst van 50 plus? Omdat er niemand voor hem durft te gaan staan. We hebben nog een ander indergaat succes. De musical Jesus Christ Superstar. Vorig jaar in de Heilig Hartkerk. Toen er nog een vloer in lag. Weet u trouwens het verschil tussen de Heilig Hartkerk en de massagesalon Carpe Diem? In de Heilig Hartkerk hoorde je steeds, neem dit brood, het is mijn lichaam. En bij Carpe Diem, neem dit lichaam, het is mijn brood. Een paar weken geleden was er een brand bij Carpe Diem. Ik vroeg gisteren aan Berry van is dat weer open? Hij zegt nee, ik moet nog steeds zelf alles doen. Mijzelf. Maar brand bij Carpe Diem en mijn tekstschrijver Henk van Weer die schreef in Brabant Centrum dat dat te wijten was aan oververhitting. Goeie tekst, Henk. Ik heb begrepen dat er te weinig klanten aanwezig waren om de brand met de hand te blussen. Dus moesten er spuitgasten bij komen. En toen is de brand weer uitgerukt. En dat leveren op zijn beurt. Sorry voor deze woordspeling. Dat levert op zijn beurt weer wateroverlast op. En in het Brabants Dagblad, want ja, die leveren ook wel eens teksten, daar stond Carpe Diem helemaal blank. En toen vroeg een vaste klant zich af waar de Surinaamse masseuses gebleven waren. Jesus Christ had ik het over. Het succes van Jesus Christ bracht ijzerwarenhandel Steenbakkers ertoe een reclamebureau in de arm te nemen, want die wilden vanwege hun 80-jarig bestaan een reclamecampagne en dan liefst gebaseerd op Jesus Christ. Het reclamebureau kwam met een eerste ontwerp, een grote afbeelding van het kruis met de Heere Jezus eraan en het onderschrift, hij bleef niet hangen met posterplakkers, maar hangt hier al eeuwen dankzij spijkers van Steenbakkers. Die van Steenbakkers, dat zijn mensen van weinig woorden, dus die zeiden dat is veel te lang, die tekst. Dus we vragen een nieuw ontwerp, een week later komt het reclamebureau met een afbeelding van een kruis. Niemand eraan, de Heere Jezus ligt eronder. En het onderschrift luidde, helaas, hij is er afgepleurd. Met spijkers van Steenbakkers was dat nooit gebeurd. Steenbakkers niet snel tevreden, die vroeg om een derde ontwerp, reclamebureau weer aan de slag. Die komen een week later terug met een blanco affiche. En er stond onderaan de tekst, die van Steenbakkers zijn zeikers, maar ze hebben wel verrekte goede spijkers. Drink best lekker die Carola. Van Wanrooy. Herman van Wanrooy, wethouder openbare ruimte.
Meer zelfvertrouwen dan zelfkennis. Herman is onder andere van de kunstgrasvelden. Of eigenlijk van de rubberkorreltjes die daarop liggen. En dan ben ik eruit. Waggelaars, waggelaarinnen, die korrels die zijn voor de jeugd die erop speelt niet zo gevaarlijk. Die rubberbolletjes die zijn gevaarlijker voor de ouders die langs de lijn staan aan het gekanker te horen. ODC wilde het kunstgrasveld openen tegen FC Den Bosch, maar dat ging niet door doordat het sneeuw lag. En toen hebben ze tegen een andere betaalde club gespeeld. Tegen Bok. Herman van Wanrooy is ook van de wegen en de trottoirs. Er zijn veel klachten in Inde gehad over de trottoirs, ook in Ploegersland trouwens. Maar daar gaat hij ook over, hè, over Ploegersland. Ja, mijn conclusie is, een goede wethouder houdt de trottoirs in de gaten. En Herman houdt de gaten in de trottoirs. Maar de gemeente gaat, om het allemaal op te lossen, een keistamper in dienst nemen. En dat gaat dan een jaar goed, zolang hij zijn vaste aanstelling niet heeft. Hertseboy opende afgelopen zomer in Ploegersland het nieuwe evenemententerrein. En hij mocht de hijskraan bedienen. En Christel zei, Mark is helemaal in zijn element als hij aan de knopjes mag zitten. En vooral als het hem lukt er iets mee omhoog te krijgen. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Hertseboy is ook actief met het sluiten van drugsbanden. Laatst nog de Chinees New Palace. Ik heb vorig jaar nog gegeten bij New Palace en vroeg aan het eind om een zakje voor de hond. En toen vroeg die Chinees, wilt u alleen een zakje voor de hond of wilt u ook zakjes voor de Peking eend en de kip? Ja, laat die maar lekker indalen. De introductie van die doggy bag in Intergat is een idee van Stefan de Nijs van de Combinatie 95. Stefan had jaren terug eens een keer met zijn gezin gedineerd in een duur restaurant. En toen bleef er vrij veel eten over en dat vond Stefan zonde. En toen vroeg hij aan de ober, kunt u de restjes in een zakje doen voor onze hond? En toen schijnt het jongste kind geroepen te hebben, hoi, hoi, we krijgen een hond! Ja, combinatie 95, ze zitten inderdaad, zo moeten ze nu dan ook. Ineke van Giersbergen, van de combinatie die wil een cursus omgaan met computers gratis aanbieden aan ouderen. En hoe dacht u dat dan te doen? Vroeg iemand inderdaad. En toen zei ze, nou, dan kunnen ze zich aanmelden via internet. Combinatie 95. Richard Strik. Nee, combinatie 95. Peter van de Wiel. Wethouder Peter van de Wiel. Peter heeft afgelopen jaar geen grote dingen laten zien. Misschien thuis, maar... Moet ik eens aan Marine Zee vragen. Die durfde zeker weer niet mee, Peter. Ze was erbij, maar nou niet meer. Oh, nou niet meer. Oké. Vorig jaar was ook. Ik ben erbij, dan hebben we erbij. Peter heeft trouwens nog wel 4 ton gekregen voor GreenTech. Daar gaat de duit van volgend jaar over de mislukking van GreenTech. Voorbereiden. En waar die 4 ton dan gebleven zijn? Uit het stimuleringsfonds van Erik van den Broek. Die deelt zomaar 1,2 miljoen uit. Nee, 1,2 miljard. Onze Indegasse flappetop. Erik van den Broek. Ook meer zelfvertrouwen dan zelfkennis. Ik had het over Hertseboy. Misschien is dit wel de laatste waggelrevue van Hertseboy. Want er komt... U hebt het al gevolgd, een vacature in Oeteldonk. Rombouts vertrekt.
En de zoons van Herbse Boy die volgen al Bosseles om alvast zich voor te bereiden. De zoons, ja, kunnen ze alvast inburgeren. Vorige week kwamen ze thuis en toen vroeg Herbse Boy: welk woordje hebben jullie vandaag geleerd, jongens? En toen zeiden de jongens: uus. Uus, zei Herbse Boy, wie is daar weer? En toen zeiden de jongens in koor: daar bent de gij, kut. Ja, sorry dat ik dat woord in de mond neem. Dat had er ook niks aan doen. Als Herbse Boy, ja, je moet op de details letten. Ja, ja, ja. Ik was aan het zoeken. Op de kleintjes, ja. Dan zei de dokter toen ook tegen Lucie van: u moet van kleine dingen genieten. Zeg, ze doet meneer alleen wat. Maar als Herbse Boy burgemeester van Oeteldonk wordt, dan is dat een voordeel, want dan hoeft hij zijn huis in Herbst niet te verkopen. Dan is het makkelijker om Heusden te annexeren en dan woon je toch in Oeteldonk, hè? De Bokselse ambtenaren zijn samengegaan met Bokkendonk. En sinds die samenwerking is de oranje werkkleding van de gemeentewerkers vervangen door neongroen. Hebben die gemeentewerkers de hele dag het gevoel: nou, gaan we van huis nog weg. Die was op maandag, was hij er vaak niet, en toen vroeg zijn baas van: ja, hoe komt het nou? Nou, zegt hij, ik zit in de muziek. Op zaterdag repeteer ik muziek. Op zondag maak ik muziek. En 's maandags meld ik muziek. Het ziekteverzuim is toegenomen sinds de fusie of sinds de samenwerking met Gestel. Ziekteverzuim van de gemeenteambtenaren. En ik zat laatst in de wachtkamer bij de huisarts naast een overspannen gemeenteambtenaar. Heeft u een verzakking, mevrouw? Dat hij tegen de tafel aan klotst. Hij en Bertels. Ze kunnen nog een kruiswoordpuzzeltje invullen. Maar ik zat dus bij de huisarts in de wachtkamer naast een overspannen gemeenteambtenaar. En raadslid Bart Lauwers van D66, die zat er ook. En op een gegeven moment zegt die gemeenteambtenaar, die zegt zo in het dienst van: ik ben Napoleon. Toen zeg ik van: nou, hoe kom je daar nou weer bij? Toen zegt hij van: nou, dat heeft onze lieve heer net zelf tegen mij gezegd. Waarom Bart Lauwers zei: ik heb helemaal niks gezegd. Bart Lauwers had afgelopen dinsdag zijn laatste raadsvergadering. En daarmee ook zijn eerste succes. Hij diende een motie in. In heel Nederland, ik weet niet of u het weet, in heel Nederland worden deze doppen worden apart ingezameld. Alleen in Indegat nog niet. En dan op Bart Lauwers, D66. Het idee van 66 dateert, denk ik dan. Van de vorige eeuw. Die had het idee van: laat ik in mijn laatste raadsvergadering nog eens een motie indienen. Dat we in Indegat moeten overgaan naar het apart inzamelen van deze doppen. En het zal u verbazen, of niet, maar de voltallige gemeenteraad stemde daarmee in. Dus we gaan doppen apart inzamelen. De Herbse Boy, hoe denkt u dat te gaan doen? Ja, één voor één. Eén voor één.
de kliko's en de zakken om dan alle huishoudens een bochtendoos cadeau te geven. Bij Rembrandt, nee, bij Steenbouwers, daar verkopen ze bochtendoos. Ja. Moest ik even zeggen. Dus iedereen krijgt een bochtendoos en dan... Ter inzaal. Succes van Bart Lauwers. Even kijken, we hebben nog een vierde wethouder, die moet ik ook nog eventjes een beur en die moet ik ook even behandelen. Ja, ze is er niet, dus het zou overdrachtelijk zijn. Wethouder Maruska, die opende de Graffiti plek, die heet Tunnel Vision 1.0, waarmee Maruska ook getypeerd is. Tunnel Vision 1.0. En die wand die onder de A2 is eerst door schildersbedrijf Joosten zwart geschilderd. Die is eerst door schildersbedrijf Joosten zwart geschilderd. Stond in het krijntje. En Maruska opende ook nog het muziekhuis van de Bokselse Harmonie. Ze was zeer tevreden over de isolatie van de zaal en ze zei, dan kun je de herrie niet horen. En wat Maruska verder doet is heel veel onderbrengen bij de Brede School. Maar de Brede School is om heel veel dingen in onder te brengen. Buurt, sport, cultuurbox. En die keistamper die we gaan aannemen, die zullen ook al onder de Brede School hangen, denk ik. Hè? Ja, dan kan die Maruska bestraten. En Maruska regelt dat allemaal met Guylaine. Is Guylaine er vandaag ook weer? Ik heb geen panties bij me. Dus Guylaine, Maruska regelt dat met Guylaine. Die twee dames die regelen dat soort dingen samen. En in Den Haag hebben ze daar een term voor als twee vrouwen samen dingen regelen. Dat noemen ze in Den Haag een tevendeal. Het is tijd om even terug te komen op Prins Peer en zijn First Lady en hun adoratie voor de Clintons. Want als we Bill en Hillary als voorbeeld nemen, dan betekent het dat Prins Peer de tweede probeert om Helene in zijn voetsporen te laten treden. En dat is niet eens zo'n slecht idee. En ik adviseer dan ook de commissie van wijze heren om volgend jaar te kiezen voor prinses Helene de Nieuwste. Als er geen Trump tussen komt. Maar prinses Helene de Nieuwste. Dat heeft twee voordelen. Als we volgend jaar prinses Helene de Nieuwste hebben, dan heb ik mijn buut al bijna klaar. Want dan kan ik mijn buut beginnen met hoe prinses Helene haar partner ontmoet heeft. He, ze kwam hem een keer s'avonds tegen en toen zei ze, we gaan die kromme benen naartoe. En toen zei hij naar de Lions Club, als ik er daar tenminste tussen kon. Dat was het eerste voordeel. En het tweede voordeel van 2018. Prinses Helene de Nieuwste. Het tweede voordeel, waggelaars waggelarinnen, is dat u dan volgend jaar allemaal het carnavalslied 2018 uit volle borsten kunt meezingen. En dat kunt u nu al oefenen.